Het bestuur van vrijwilligersorganisatie Aanzet in Leeuwarden heeft de directeur Janke Witting, hier op archiefbeeld, op non-actief gezet. Het bestuur wil niet reageren op de situatie. Volgens hen gaat het om een arbeidsconflict en is dat iets tussen de directeur en het bestuur. Volgens bronnen binnen Aanzet zou het bestuur de directeur op non-actief hebben gezet. omdat zij Aanzet in gevaar zou hebben gebracht. Vrijwilligers van Aanzet willen graag de reden weten waarom de directeur nu gedwongen thuis zit. maar daar krijgen zij geen antwoord op. Ja, de directeur zit op non-actief thuis. Het bestuur wil ons als vrijwilligers niet informeren wat er aan de hand is. Dus ja, onze directeur wordt zomaar weggestuurd. Wij uh, hebben nog een hoge pet van wel van haar op, he, voor Alles wat ze doet voor ervaringsdeskundigen. Dus uh, de, ja, dat, uh, dat accepte In elk geval, ik accepteer het niet, uh, dat ik niet geïnformeerd word. Dan denk ik, hoezo mijn directeur zit thuis en ik mag niet weten waarom? Uh, Aanzet, ze loopt dat er we zo weg met ervaringsdeskundigen. Zegt dat ze er worden vrijwilligers zijn. En dan, dan worden wij niet geïnformeerd door het bestuur. In een reactie laat de op non-actief gezette directeur Janke Witting weten geen partij te zijn in deze zaak. Daarnaast wil zij niet haar mening aan het publiek delen. In ieder geval moeten wij eerst eens geïnformeerd worden waarom het bestuur nou vindt uh, dat mevrouw Witting naar huis moest. En dan kunnen wij het oordeel vellen van ja, zijn we het er mee eens of zijn we het er niet mee eens. Vrijwilligers gaan nu kijken of ze de krachten kunnen bundelen om het bestuur verder onder druk te zetten. Om met duidelijkheid en openheid van zaken te komen. Over de invulling daarvan wordt nog nagedacht.